De Haagse City Pier Cityloop is een wedstrijd over een halve marathon en aan de start natuurlijk Martin ten Kate. Met hem, Tony Dirks, daar in dat witte pak, een nieuw pak van een nieuwe professionele atletiekclub in Nederland. Aan de start van die halve marathon een exotisch gezelschap van onder andere veel Afrikanen, Oost-Europeanen en natuurlijk Nederlanders. Het parcours dat gaat tot aan de Scheveningse boulevard, waar de lopers bar weer stond te wachten, terug op de boulevard. En dan weer de stad in, terug naar ongeveer het startpunt bij het Malieveld op de Lange Vijverberg. Bij de mannen vormde zich al heel snel een kopgroep van een man of 20. Er liepen ook vrouwen in Den Haag, natuurlijk. Dit is de stand na 6 wedstrijden in het klassement. Martine van der Geugde uit België gaat op kop. En dit is Anne van Schuppen die in Alphen zich plotseling opwierp als kanshebster voor de eindoverwinning in het klassement. Van der Geugde liep in Alphen slecht. En ook gisteren in Den Haag draaide ze niet erg lekker. Ze kwam al vrij snel achter te liggen op Van Schuppen. En onder andere ook op deze Poolse Kowina, die geen rol speelt in het klassement, wel deze jonge 21-jarige Christina Lohmen uit Amersfoort. Hier is Van der Geugde op de rug gezien met het witte shirt, blauwe broek en de achterstand op Anne van Schuppen en Marianne van der Linde. Schuppen hier op kop, daarachter Van der Linde, een andere Nederlandse loopster van enige klasse. We gaan weer terug naar de mannen. We hebben net een kopgroep gezien van 20 man met op kop hier nu Manuel Matthias rechts in beeld. Een Portugese marathonloper, in het midden daar een roze broek, blauw shirt, Tony Dirks. Ook Martin ten Kate links in beeld zit daar nog bij. Het is nog vroeg in de wedstrijd. Dit is Tony Dirks die een flinke voorsprong heeft in het klassement op ten Kate. En eigenlijk kon Dirks de overwinning niet meer ontgaan. Hij had wel thuis druk zitten rekenen. Afrikanen, onbekende Afrikanen, maar wel hele goede, makkelijke, lichtvoetige lopers. Daar rechts uit beeld verdwijnt nog net Jacob Ngunzu, vijfde in het klassement. In dit gezelschap loopt ook Jan Hoerhoek, goede marathonloper. Vierde op de wereldkampioenschappen vorig jaar. En dit is de voorsprong die die kopgroep al heeft. Twee mannen uit Zimbabwe. Op de voorgrond Brighton Chipere en op de achtergrond Jason Mozigisi. Makkelijk lopend, veel plezier hebben. En bij het duinwaterleidingbedrijf valt ten Kate af. Kopgroepje van 6 man nu, met natuurlijk nog steeds Tony Dirks. Manuel Matthias op de achtergrond. Op de voorgrond is Benson Masia uit Kenia. En ten Kate valt verder terug. We lopen nu zo'n beetje in de richting van de Scheveningse boulevard. En het was een beroerd punt voor ten Kate om hem af te vallen. Want hij kwam alleen te lopen. Het begon maar net hard te hagelen. Waaide. En Tony Dirks maalde rustig door daarop op. Hier nu met Jacob Ngunzu. De blote voeten van de mannen uit Zimbabwe. Het was een leuk spel voor hen deze wedstrijd. Veel tempowisselingen. Jan Hoerhoek daar. Iets achter. En dan weer terug bij de vrouwen. Met Anne van Schuppen verder op kop, verder zeker voor Martine van der Geugde. Komt in de buurt van het 10 kilometerpunt nu. De mannen zijn dan al bijna op weg terug naar de stad in Den Haag. De boulevard wordt heen en terug gelopen. En dan is het uit Zimbabwe Winston Muzuni die probeert weg te komen. Op de rug hier Anne van Schuppen en aan de overkant Muzuni, gevolgd door Matthias, Dirks, Hoerhoek en Masia op de rug gezien. Muzuni links nu weer ingelopen door een gestaag doordenderende Matthias, Dirks, die zich niet lieten gek maken door de tempowisseling. Hier wordt Hoerhoek door Dirks naar rechts gestuurd, wil afsnijden, maar daar komt men in botsing met een bromfietser. Het kost Hoerhoek en Dirks wat tijd en het is voor Matthias het moment om weg te gaan. Het 15 kilometer punt is dan al gepasseerd.
Jeroen en Dirks doen nog pogingen om Matthias weer te achterhalen. Hij was nog niet helemaal weg. Maar Dirks wilde zich nu forceren. Hij zit voor de Marathon van Londen over 2 weken. Matthias, een goede marathonloper, vorig jaar tweede in Londen in 2:10:21. Dirks en Hoek, en die zijn dan inmiddels weer voorbijgelopen door de Keniaan Masia, die snel doorgaat en probeert Matthias te achterhalen. Dat zal dan uiteindelijk niet lukken. Met nog 1000 meter te gaan is Dirks weer terug bij Masia. Zeer veel wisselingen, aardige wedstrijd op het laatste moment. Matthias is niet meer in te halen. Dirks nog wel, door deze Benson Masia uit Kenia. Een mooie loopstijl, niet even effectief voor deze langere afstanden. En Tony Dirks, makkelijk rollend, zoals hij dat zelf noemde, naar de finish. Zijn overwinning in het puntenklassement van het circuit staat in feite al vast. Manuel Matthias, morgen wordt hij 30 jaar. Ziet er vrij stevig uit, maar hij weegt maar 57 kilo. Gaat op weg naar de winst in de City Pier City Loop. Een goede tijd, 1 uur 2 minuten 4 seconden. Een half minuut boven het parcoursrecord van Martin ten Zave. Dit is Masia. En Tony Dirks, de eerste Nederlander op de derde plaats. En dat is ten Kate, die eindigde als zeven. De vrouwen zijn een minuut of 10 achter op de man. Het is Christina Lonen, die nu in derde positie loopt achter de Zweedse Medde Hamrin. Een loopster van enige allure en op zijn voorin beeld in het roze. Ze werd vierde op de 10 kilometer het Europees kampioenschap in Split 2 jaar geleden. Dit is Hamrin. Maar op kop en niet meer in te halen loopt Anne van Schuppen als eerste over de finish in een goede 1:13:20. Dat is een persoonlijk record op deze afstand voor haar. Half mei loopt ze een marathon. Tweede werd dan uiteindelijk toch Christina Lonen. En derde die Zweedse Hamrin. Martine van der Geheugde dan, de aanvoerster in het klassement, eindigt als zevende. En daarmee verspeelde ze haar eerste plaats in het klassement aan Anne van Schuppen. Die wint en is 6000 voor de rijker. Tweede van der Geheugde en derde Lonen. Dit is dat klassement. Tony Dirks verdiende met zijn overwinning 8000 gulden tegen 6500 gulden voor Ten Kate. De derde plaats was voor Giorgi Marco, die niet meeliep in Den Haag. Dirks had 21 punten voorsprong op Ten Kate en voor hem gaat de tijd alweer heel snel verder. Je zit in de voorbereiding voor de Marathon van Londen. Heb je daar bewust rekening mee gehouden in deze wedstrijd? Nou, ik heb natuurlijk niet geforceerd. Ik heb van ontspannen hard gelopen, wat ik meer dan alle wedstrijden doe. En als ik nu kijk, denk ik nou toch 1:02:16 op. En dat is mijn 1 na beste tijd. En daar zit ik gewoon goed voor Londen op het ogenblik. Dit was het dan, het eerste jaar van de Pickwick Run Classics. En ik vind het eigenlijk toch wel aardig dat het door een Nederlander gewonnen wordt. Vind ik ook, en zeker dat Dirks. Hij was helemaal tevreden. Dan liepen daar onder andere John Vermeulen en Martin ten Kate. En ze eindigden als respectievelijk 33ste en beste Nederlander en als 43ste.